Dit keer was een schuur naast een woning aan de Hink-Oostingstraat het doelwit. De brand werd rond 1 uur vannacht ontdekt door surveillerende agenten. Er bleef uiteindelijk weinig van de schuur over. De teller staat nu op 12 branden en 2 pogingen tot brandstichting. Inwoners van het Zand vragen zich af hoe het kan dat de pyromaan na 3 maanden nog steeds niet gepakt is. Ze zijn er zat van. Je wordt nog onzekerder. Dat, komt niks los. Mensen die ben hier angstig en die slopen het zelfs niet fijn. Even verhaal, kleine kinderen ook niet. Hè? Ja, je wilt er bijna niet geloven dat het zo lang kan en dat het zo mogelijk is. Is het niet vreselijk frustrerend dat het zo lang duurt allemaal? Ja, voor ons ook. Dus dan kunnen we nagaan wat het voor de bewoners doet. Ja. Maar 1 ding is zeker, we doen ons uiterste best. Vanmiddag kregen agenten de laatste instructies over een nieuwe opsporingsmethode die nog niet eerder in onze provincie is gebruikt. Alle 400 huishoudens krijgen de komende dagen persoonlijk bezoek van de politie. Want die is ervan overtuigd dat de dader uit het dorp zelf komt. Hij heeft heel veel kennis, specifieke kennis van het gebied. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom wij hem zo moeilijk kunnen traceren. En hij weet ook alle leegstaande panden te vinden? Ja, kennelijk is hij daar heel goed van op de hoogte. En hij selecteert wat dat betreft uiterst zorgvuldig. De politie wil dus in gesprek met alle 900 inwoners van het Zand. Wat zegt u tegen die mensen die politieagenten voor de deur zien staan en denken van nou, ik heb er niet zoveel zin in? Ik kan me niet voorstellen dat er inwoners in het Zand zijn die deur op slot laten. Maar misschien zijn ze er wel. Ja, maar dan doe ik een dringend beroep op die inwoners om die deuren wel open te doen, de politie binnen te laten, in gesprek gaan met de politie. Want die politie, wij hebben met elkaar grote behoefte aan die informatie die men misschien toch nog heeft en niet heeft verteld. Dus ik doe een dringend beroep op de inwoners van het Zand om die deuren wel open te doen. De kwestie doet vooral oudere inwoners terugdenken aan 35 jaar geleden. Toen was er ook een pyromaan actief. Die werd uiteindelijk gepakt. Zijn motief bleek liefdesverdriet. Wat het motief van deze pyromaan is, blijft afwachten.